je hebt steun aan Brussel. En ondernemers moeten er goed gebruik van maken. Provincies samen met ondernemers moeten daar projecten uitslaan. En samen met VNO-NCW en IPO moeten we zorgen dat dat op de goede manier voor het voetlicht wordt gebracht. De voordelen maximaal pakken en de uitdagingen maximaal te lijf, met z'n allen. De provincie zoekt nieuwe industrieën, moet zich economisch ontwikkelen en moet dat blijven doen, innovatie, want anders dan hebben we geen banen straks. Ondernemers zijn de partijen die daar drijvend in kunnen zijn, maar die hebben altijd wat hulp nodig, want ook andere overheden in concurrerende landen geven veel hulp op dat gebied. Gecompliceerde wetgeving is eigenlijk hetgene wat innovatie echt in de weg staat. We moeten zorgen dus dat die wetgeving veel minder gecompliceerd is, zodat ondernemers zich niet hoeven te gaan specialiseren in Europese wet en regelgeving, maar dat ze gaan doen waar ze goed in zijn en wat ze moeten doen. En dat is namelijk gewoon innoveren. We hebben een nieuw product in een nieuwe markt, laagverval waterkracht. En daar zijn nog niet alle spelregels duidelijk. Dus je moet vergunningen aanvragen zonder dat je precies weet wat er uit gaat komen of waar je naartoe moet werken. Dat is ingewikkeld. Kijk ook naar de praktijk. Kijk hoe je Europese regelgeving in de praktijk uitwerkt. Wat betekent dat voor de ondernemer die gaat innoveren? De hoofdthema's waar wij voor bij de provincie aan kunnen kloppen is ontwikkeling van het bedrijf. Als we praten over waar moet een eventuele uitbreiding komen, hoe moet dat eruit zien, met wie kan ik samenwerken, wat voor mogelijkheden zijn er, welke voorbeelden, dan is dat een van de hele goede mogelijkheden. Europa is ook zo weldadig praktisch het realiseren van dingen die belangrijk zijn voor bedrijven, voor burgers en dus voor onze toekomst. Europa, dat zijn wij zelf. Door het doen gaat dat denken ook steeds krachtiger worden. En dat is natuurlijk heel belangrijk in de regionaal-economische, maar ook in de energieagenda van de provincie. En daar zijn ook verschillende gedeputeerden, maar ook vele ambtenaren bij betrokken. De meerwaarde voor de ondernemer van de provincie is bij uitstek dat we een middenbestuur zijn. Dat we op regionaal niveau ondernemers, maar ook overheden bij elkaar kunnen brengen. Maar ik merk ook dat in Brussel het belang van een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid belangrijk is en ook zeer gewaardeerd wordt. En dat opent ook vaak die deur die je open wil hebben. Een provincie die echt technologisch zich in Europa wil profileren, zal moeten zorgen dat er voldoende financiële hulp is om startende bedrijven verder te helpen. Daar is het belangrijk dat je werkbezoeken doet, dat je hoort wat er leeft en dat je een schakel wil zijn tussen die bedrijven via de brug van de provincie naar de Europese overheid. Als we de wet en regelgeving zouden versoepelen, waardoor er meer ruimte komt om voor innovatieve producten sneller op de markt te komen, kunnen we veel eerder onze doelstelling halen door onze CO2 te reduceren. Dus zorg dat informatie voldoende is, laagdrempelig aanwezig is, dat ondernemers ook die stap maken. En als ze denken dat er een drempel is naar de provincie, dat ze die toch gewoon nemen. En wij als provincie moeten vooral kijken dat die drempel niet te hoog is. Wat je ziet is dat er bij overheden erg de neiging is om te spreiden en om minder te kiezen voor focus op bepaalde objecten. Er zijn, zoals ik zei, een paar centra in deze regio, ook in Zuid-Holland. Dat zijn de Field Labs bijvoorbeeld. En wat mij betreft zou de provincie daar wel ook iets meer focus op kunnen leggen. Ja, de provincie heeft een hele belangrijke toegevoegde waarderol. En natuurlijk, ik weet het, er zijn ondernemers die de economie maken. En ze moeten vooral samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen. Maar de belangrijkste rol van de provincie is vooral te verbinden en te verknopen. Wat heel veel verbetering zou kunnen geven is de vertaling van de verordening in de verschillende landen. En daarmee bedoel ik het letterlijk vertalen van de wetgeving en hoe je dat dan implementeert in jouw wetgeving. Omdat je een beetje op afstand staat, voorkom je dat je echt met één op één casus te maken hebt. En tegelijkertijd zijn dat vaak wel de voorbeelden die laten zien hoe je het verschil kunt maken in de ontwikkeling van nieuwe markten of in de ontwikkeling van duurzame energie. Nou, volgens mij heeft Nederland dat ongelooflijk hard nodig, heeft Europa dat heel erg hard nodig. En de provincie kan daar een hele belangrijke schakel zijn. En uiteindelijk is het gewoon een rat race. Doen wij het niet effectief, dan leggen we het af. Waar ik Europa overigens enorm voor prijs, is dat zij zeer op die economische samenwerking inzetten. En dat merk je ook bij de normale lokale ondernemers, dat merk je in het bedrijfsleven in iedere regio. En met die agenda zou Europa moeten doorgaan. Het Huis van de Provincie in Brussel houdt regelmatig programma's waarin ze ook vraagt om daar ook voorbeelden met elkaar te delen en uit te wisselen. En natuurlijk ook neer te leggen bij de Europese Commissie. In dat grotere Europa moet Nederland alle zeilen bijzetten, samenwerken en gewoon zorgen dat het land als geheel daar wijzer van wordt.